Om de werkgelegenheid enigszins op peil te houden, massale bedrijfsfaillissementen te voorkomen en het financiële systeem stabiel te houden, heeft de Centrale Bank van Suriname in samenwerking met de Surinaamse Bankiersvereniging een crisisteam ingesteld. Dit COVID-19 financieel crisisteam heeft een kader ontworpen om de effecten van de crisis enigszins op te vangen. Dit gebeurt middels liquiditeitsverruiming voor banken en aangepast bankentoezicht door de Centrale Bank. Sinds mei bieden de Centrale Bank en de Bankiersvereniging kredietfaciliteiten aan ten behoeve van getroffenen van de COVID-19-pandemie. De kredieten worden verstrekt via alle commerciële banken en zijn bestemd voor bedrijven, instellingen en particulieren die tijdelijk extra financiële ruimte nodig hebben. De COVID-19-kredietfaciliteit omvat overbruggingskredieten, bestemd voor zowel bestaande als nieuwe klanten. In deze uitdagende periode, waarin het minimumbestaansniveau van grote groepen economische subjecten in gevaar is, achten de CBVS en de SBV het van groot belang dat middels specifiek toegespitste kredietverlening via de commerciële banken de economische activiteit wordt ondersteund en daarmee tevens de werkgelegenheid. Aldus een gezamenlijk persbericht van de Centrale Bank en de Bankiersvereniging.